deze wedstrijd is het Cincinnati dat de eerste kans krijgt in de persoon van, inderdaad, Michael van der Werf. De voorzet was van Alan Cruz, maar de bal gaat voorlangs. 5 minuten later dan voor het eerst Columbus in de aanval. Daar is het Luis Diaz die door kan lopen en een paas afgeeft op Giazzi Zardes. En dan is het 1-0 voor de bezoekers. Prima assist van Luis Diaz. Fijn afgemaakt door Zardes. Zardes, Giazzi Zardes is dus de naam. Dit doet hij 11 minuten later. De voorzet is nu van Harrison Afal. En weer is daar Giazzi Zardes. Hij zet de ploeg van Ron Jans te kijk. 2-0. De eerste helft is dan nog niet over en de gelen gaan door. De Columbus Crew gaan hier ten aanval via Luis Diaz, weggestuurd door Pedro Santos. Luis Diaz in de korte hoek, 3-0 wedstrijd. Normaal gesproken gespeeld, zeker tegen het zwakke Cincinnati. In de tweede helft probeert Cincinnati het nog wel. Een foutje van Jonathan Mensa, de kans voor Roland Lama. Maar de bal wil er niet in. Uiteindelijk gaat de ploeg van Ron Jans nog wel die eretreffer maken. In de 89ste minuut hier in de maak. Het is Kekuta Mané die het af mag maken op aangeven van Ledesma. 3-1. Hier nog een klein opstootje. Zorgt nog voor wat gele kaarten voor Victor Ulloa en Jonathan Mensa. Maar uiteindelijk verandert er niets meer aan de stand. Cincinnati en Ron Jans verliezen met 3-1 van de Columbus Crew in deze derby van Ohio.